Ik heb echt geen idee. Zou je misschien beter aan mijn moeder kunnen vragen? Als ik ook denk aan de jaren dat ik op school zat toen. En mensen moesten kiezen voor welke weg ze in wilden slaan. Ik wist het nooit. Dus ik ben blij dat het op voetbal uitgekomen is. Amsterdam of Utrecht. Als ik denk aan voetbal, doe ik Amsterdam, Ajax. Als ik denk aan wonen, vind ik het wel lekker in Utrecht. Dan is Amsterdam toch nog wel iets drukker. En dan vind ik het wel fijn in Utrecht. Het is ook niet ver vanaf Amsterdam. Dus dat is wel lekker. Veilig antwoord. Ik denk direct aan Licha. Hij is elk moment 100% warming-up. Partijtje, superfel. Dus ik denk direct aan hem. Eigenlijk wel. Misschien kan ik het dan nog herstellen met een gekke paas of zo. Hij kan nog wel eens vervelend zijn als hij grappen maakt, zeg maar. Dan kan hij wel echt uitlachen. Hij kan je echt vernederen. En alle jongens weten het ook hier en thuis weten ze het ook. Ik denk Curaçao, mijn familie, gezellig. Dan kan je eigenlijk alles doen. Genieten van de zon, maar ook wel een beetje feesten. Lekker eten. Dus ik denk dat het wel de ideale vakantie is. Ja, het ligt aan de tijd welk nummer een beetje heet is, welk nummer een beetje in is. Op dit moment? Op dit moment draai ik heel veel Kevin. Welk nummer weet ik niet, maar er is heel veel Kevin. Ja, dat is ook niet specifiek één. Dat is ook verschillend geweest. Elk jaar heb ik wel heel veel geleerd bij trainers. Vooral ook in mijn laatste jaren hier bij Ajax. Bij Heitinga toen ik aanvoerder werd. Het vertrouwen die hij me gaf om de laatste stappen te maken naar betaald voetbal, heeft ook wel voor hem gedaan toen. Ik denk kampioenschap laatste jaar. Ik pakte toen ook de beker, maar de kampioenschap vooral toen tegen Feyenoord. Die wedstrijd was toch wel mooi. Het was natuurlijk tegen Feyenoord, als je dan wint, is natuurlijk wel het mooiste. De jongens die je kent, leeftijdgenoten, dat wil je heel graag gaan winnen. Uitslapen. Ja, vind ik lekker. Ik hou van slapen. Maar als ik moet kiezen tussen laat trainen of vroeg trainen, zou ik vroeg trainen kiezen. Dat wel? Ja, dat wel. Maar dan heb je ook nog de hele dag om andere dingen te doen of te slapen. Bang? Ja. Nee, ik heb hem al te lang om bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn van winsten. Toen hij in de onder 17, hoe die toen was, is hij nu ook bij het eerste. Hij is gewoon zichzelf en mensen accepteren dat wel gewoon. Maar wat vind je goed aan hem als trainer? De manier waarop hij coacht, waarop hij wil helpen en waarop hij zeg maar zijn steentje bijdraagt in het verdedigende werk. Risk. Ja, topspel. Speel je het vaak? Laatste tijd niet heel vaak meer, maar ik moet zeggen in de quarantainetijd hebben we dat wel heel veel gespeeld. En daarvoor ook eigenlijk. Ben je een goede stratege? Ik heb wel vaak gewonnen, ja. Ik had navragen. Bij wie kunnen we dat checken? Bij mijn broer. Oké. Ja, ik heb echt geen idee. Zou je misschien beter aan mijn moeder kunnen vragen? Als ik ook denk aan de jaren dat ik op school zat toen. En mensen moesten kiezen voor welke weg ze in wilden slaan. Ik wist het nooit. Dus ik ben blij dat het op voetbal uitgekomen is. Ja, nou, wij ook. Lastig, man. Ik kan echt niet koud douchen, hè. Mijn moeder maakt ook heel veel andere lekkere dingen. Dus dan kies ik toch voor nooit meer moederskip. Gaat ze dit leuk vinden als ze dit ziet? Ik denk het niet, maar ik heb ook oma's. En misschien kan mijn moeder het leren aan een broer van me of zo. Of aan mij. Zo'n goede vraag, man. Dat is ook even iets om over na te denken. Ja. Ah, we hebben nog even. Ja, toen ik echt klein was, was het anders. Toen ik iets groter werd, had je Myron Boadu altijd, waar zit. Mo was altijd goed in de jeugd, Yatara. En in keukenkampioen divisie of zo, niet per se. En op onze eigen training? Ja, daar leer je gewoon van elke spits best wel veel. Als je tegen Brian staat, heb je het super lastig. Maar ook tegen Klaas met zijn gekke loopacties. Dus, Bij wie laat je even iemand anders voor? Dat je denkt, ga jij maar? Of bij niemand? Nou, dat doe ik niet zo snel. Okay. Doe ik niet zo snel. Alleen bij Quinten moet ik zeggen. Bij Quinten? Soms bij Quinten wel, ja. Waarom? Dat is misschien wel het lastigste. Die weet hoe ik denk en ik probeer te kijken hoe hij denkt. En dat wordt allemaal te lastig bij me. Ik vind hem persoonlijk een van de lastigste om te verdedigen. Ook gewoon.